nu net 3 jaar in het professionele circuit van beachtennis. Ik vertegenwoordig Aruba internationaal in de grootste toernooien ter wereld, in de wereldkampioenschappen. Nu ook hebben we hier een van de grootste tournaments in de wereld. Dus ik ga mijn best doen. Beachtennis heb ik gekozen. Het begon hier allemaal. Toen ik 14 jaar was, werd ik geïntroduceerd aan de sport. Hier was het allemaal begonnen, bij Mumba. En ik werd helemaal verliefd op de sport. Al moet ik wel bekennen dat ik ook heb gevoetbald. En door een blessure moest ik voetbal opgeven. En heb ik voor beachtennis gekozen. Dus vandaar. Wat maakt beachtennis eigenlijk zo aantrekkelijk? Ja, nou ja, zand, strand. Het is een sport. Hè. Ik bedoel, het is heel intensief, maar ook een hele leuke sport. Waarom? Omdat het toch mensen samenbrengt. En er zit zoveel emoties in, ook wanneer je speelt. Naarmate je kijkt naar de top, hè, naar de professionele spelers, dan zie je ook echt de strijd erin, de lust voor de overwinning. En dan vooral wanneer je supporters hebt, dat ze dan ook echt... Ja, hoe zeg je dat? Voor je gaan supporten, hè? Voor je gaan schreeuwen. En ja, die hele ambiente, die hele vibe is gewoon super, super. Vertel eens over je prestaties eigenlijk in de professionele circuit. Mijn prestaties? Ja, ik sta nu nummer 13 van de wereld. Nummer 1 hier op Aruba. Dit jaar was de eerste ooit Grand Slam georganiseerd in tennis. Dat noemen ze in beachtennis Grand Prix. Dat kan je vergelijken met Roland Garros en zo in tennis. En dat werd gehouden in Rusland, Kazan. En die heb ik met mijn partner gewonnen. Dus we hebben een soort van geschiedenis gemaakt. En dat was de grootste toernooi van de wereld eigenlijk. Op Aruba na natuurlijk. Aruba komt nu in november. Dus los van dat heb ik wat toernooien in Italië gespeeld. Nou ja, de top komen uit Italië. Dus het is altijd heel moeilijk om verder te komen. En ik ben zo ver mogelijk gekomen. Ik heb de halve finales bereikt. Ik heb een toernooi in Griekenland gewonnen. In Nederland zelf gewonnen. Halve finale in Duitsland. Dus ik ben aan het groeien. Dus vooral dit jaar heb ik heel veel goede en mooie prestaties gekregen. Zoals je net zei, komende november hebben we die grote toernooi in Aruba. Ja. Vertel eens hoe je voorbereid, bent. Nou ja, zoals je kan zien, ik heb coach Johnny, die traint mij bijna dagelijks. En als ik hier niet zit, zit ik bij mijn Muscles & Lungs CrossFit team bij de Iris Queen Boulevard. Ja, en dat zijn de twee die me eigenlijk gewoon helemaal prepareren en klaarstomen voor deze toernooi. Niet alleen voor dit, maar ook de wereldkampioenschap in de zomer. Dus ik ben hard aan het trainen, ik ben hier dagelijks. Dus je kan me, als je me wilt zoeken, kan je me altijd hier vinden, zeg maar. Wat kun je van je verwachten in het Arabaanse toernooi? Ik wil natuurlijk zeggen dat ik het toernooi ga winnen. Maar ja, zo makkelijk is het niet. Je krijgt de hele top 20 komt van de wereld. En ze zullen allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. Het is natuurlijk een prestatie om de tweede Grand Slam ooit te winnen. En ik twijfel helemaal niet van de supporters hier. Dus we zullen altijd wel een advantage hebben, mijn partner en ik. Dus ik richt op minimaal halve finale. Natuurlijk wil ik winnen, maar ik bedoel... Is het single, dubbel? Het is dubbel. Beachtennis gaat voornamelijk om dubbel. Je krijgt ook de single tournaments en de mix. Maar het gaat echt om de dubbels. Daar draait het hele sport om. Daar krijg je de punten voor. Ja, en daar draait het gewoon om. Ja. Een uitnodiging natuurlijk voor het Arubaans publiek om jullie en al die anderen te komen aanmoedigen. Als jullie willen dat Aruba op de kaart komt en dat Arubanen ook echt de toernooi, de tweede Grand Slam ook gaan winnen, dan zou ik zeggen, welkom iedereen. We hopen ook, het begint de 13e, dus aankomende zondag. Alleen dat is zeg maar de openingsceremonie, maar waar het echt om draait, de dubbels, is van vrijdag, zaterdag, zondag. Dus dat is dan de, 18, 19, 20. En ik nodig iedereen uit om te komen. We hebben de support nodig. En zoals ik zeg, laten we Aruba meer op de kaart zetten. Dus we willen meer en meer. We wensen je heel veel succes. Dankjewel.